Dan heb je pas en pas dan speel je niet meer mee met je hond. Ik ben Matthijs van Hofvegen. We zijn van de spellenvereniging De Groene Pion. En wij komen hier om de week op vrijdagavond bij elkaar om gezellig spelletjes te spelen samen. Wij voornamelijk de spelletjes die je bij een spelletjeswinkel kan kopen. Een speciale spelletjeswinkel, zoals in Deventer of in Hengelo heb je er eentje zitten. En je komt uit Adorp, maar ook uit Almelo en ook al uit de rest van Twente. Dus eigenlijk komen ze hier van heine en verre komen ze hier naartoe om samen spellen te spelen. Ik heb ook nog Kingpuffers. Ik heb ook nog Hummingbirds, Colibries. Als je daar aan loopt, heb je dan echt zoiets van. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, wat is het? Ik begin ook. Maar die was gisteren. Ja, ja. Omdat je voor alle vogels die je legt op je voeten en deze bovenste rij genereert voedsel. Dus het is altijd handig om hier wat te leggen. Goed, want wat krijg je? Het voordeel hiervan is dat je meer eieren krijgt. Dus hoe meer vogels hier liggen, hoe meer eieren je krijgt. Je krijgt 2 tabletten, soms zelfs 2. En daarna heb je natuurlijk het effect van de kaas zelf. Dus kijk goed wat er ligt. En sommige dingen die zijn vrij sterk. Als je een voorwerp koopt, die komt onder op je trekstapel. Niet in je afletstapel, die komt gewoon letterlijk onder. Als geactiveerd, leg 1 ei op een voorwerp. In dit geval, nadat ik deze heb getrokken, als ik iets koop, dan krijg ik het de volgende ronde. Maak deze actie.